Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Ja, een hele goede morgen, lieve dames en heren. Wat is het geweldige dag toch. Donderdag 18 november. Kom maar gezellig bij. Laat me weten als je bent. Ja, want we zijn aan het kick-off. We zijn rustig naar volgende maandag aan het doorwerken. Omdat we dan de challenge officieel gaan beginnen. En kijk eens wie daar is. Kijk eens wie daar is. Yeah. Goed gedaan, Line. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, je hebt ook een video gisteren opgenomen. Je hebt hem online gezet. Fantastisch. Wat ben ik trots op je, Line. En geweldig dat je zo gecommenteerd bent en vandaag er bent. Want vandaag wordt een hele mooie dag. Het wordt een prachtig mooie uitzending. Dus kom maar erbij. En by the way, laat me weten, Line. Hoe was het? Wat voor reacties heb je gekregen? Hoe was het voor je om gisteravond volgens mij tegen Tine de video online te gaan zetten? Want dat is echt, ik vond hem super cool. Dus ga vooral door. En vergeet voor de volgende keer niet om te checken of de tag goed is gepakt. Want je had Rianneke goed getagd, maar mijn tag was weggevallen. Waarschijnlijk omdat je iets had bewerkt. Anyways, goed dat je er bent. Fantastisch dat je zo gecommitteerd bent. Cleo, een hele goede morgen. Goed dat je er bent. Kijk eens aan, we krijgen steeds meer fantastische kijkers hier. Kom erbij, dames en heren, want vandaag gaat het over iets fantastisch. Vandaag gaat het over de T van de actiemethode. Waar het voor staat, ga ik je straks vertellen. Maaike zegt, good morning. Eline zegt, ja, dankjewel. Was spannend, maar superleuke reacties. Kijk, daar gaat het over. Dus vandaag de volgende level. Fantastisch. En ook mijn lieve kijkers en mijn lieve luisteraars. Dat overdag gaat luisteren, twee aan het wandelen bent of gedoucht hebben. Of dat je even lekker aan het koken bent, hoor ik heel vaak. Guys, we zitten op 46.316 downloads. Dus dank jullie wel. Dankjewel dat jullie met zoveel grote getallen aanwezig zijn en iedere dag de podcast beluisteren. Ook daarna de live-uitzending in herhaling kijken. En goedemorgen alleen, goed dat je er bent vanuit Ibiza. Volgens mij schijnt het zonnetje daar. Good to see you. Anyways, vandaag gaan we het over iets heel belangrijks hebben. Maar laat ik iets anders tussendoor even proppen voor jullie. Het nieuws van de week. Ja, het nieuws van de week wil zeggen, ik heb straks vanaf 11 uur tot een uur of half 5 zit ik met een geweldig enthousiaste groep ondernemers. Het programma heet Monetize Your Expertise. En nou, hier heb ik het over. En wie komt binnen? Rianneke zit in de auto hier naartoe. Die komt om het programma te gaan afdraaien. Vandaag is een hele leuke dag. We gaan heel veel doen met content. Hoe creëer je nou een passive business empire? Want daar gaat het over. Een passief inkomen imperium. En wat ik je heel graag wil vragen, mocht je mee willen kijken, mocht je aan de achterkant willen kijken, hoe doen we dat? Op welke manier zijn we dingen aan het doen? Vandaag ben ik de hele dag, nou niet continu de hele dag, maar ik ben in mijn stories en ik ga een aantal keer live op Instagram. Dus mocht je volgen, wil je kijken hoe doen we dat met een Monetize Your Expertise? Hoe gaan we nou passief inkomensstromen regelen? Ik ga daar stories over doen. Ik ga live via Instagram live. Maar dan weet je dat, oké? Okay? Dus kijk, als je mee wil doen, dan ben je van harte welkom om mee te gaan kijken. Wellicht is dat interessant om te kijken, wat doen nou die deelnemers? Op welke manier zijn ze bezig? Want dat is belangrijk, alright? Anyways, dat is het nieuws van de dag. Simone, goedemorgen. Goed dat je er bent. Ik ga zo meteen ook jouw ochtendpost meteen gaan doen. En ja, diegene die denkt van, hey, ik wil meer uit LinkedIn halen. Ik heb het licht gezien. Ik wil kijken of ik daarmee heel veel klandizie kan halen. Of mijn impact wil vergroten. Of als nummer 1 expert wil gezien worden. Check it out. aramiekonline.com. Zorg ervoor dat je aanmeldt voor de gratis online training. Het is volgende week donderdag van 11 tot 1. Dat is echt fantastisch. Fantastisch. Als je erbij bent. We hebben al heel veel aanmeldingen. En let's see what we gonna do. Anyways.
De ochtend is begonnen. Nou, Simone is hier. Dus nou ja, als Simone er is, dan zal ik ook even kijken. Screen sharing. Even kijken of ik haar ochtendpost kan delen met je. Voordat ik naar de thee van. Ja, die thee komt eraan. Kijken wat Simone zegt. Simone zegt, ik hield van verhalen schrijven. Ik werd beleidsstratege. Hé, met die mooie... Oh, het zijn potloden. Nou, wat zegt Simone? Ik schreef schrijvers vol met verhalen. Ik schreef artikelen voor de buurtkrant. Ik had een dagboekje waarin ik het wel een wee optekende van een 8-jarige. Deed mee aan opstelwedstrijden, won af en toe een opstelwedstrijd, zat bij de schoolkrant. Toen ik groot was, werd ik beleidsstratege. Ik vroeg me vaak af hoe ik van gepassioneerde verhalenschrijfster uiteindelijk een stuk minder gepassioneerde beleidsstukkenschrijfster werd. Iets met eigen bevlogenheid versus verwachtingen van de buitenwereld. Van de buitenwereld, denk ik. Maar ja, zij is terug, de verhalenschrijfster. Al meer dan 60 dagen, iedere dag. Yeah. Complimenten voor jou. Goed gedaan, Simone. Al 60 dagen, al 2 maanden achter elkaar ben je aan het knallen. Fantastisch. En wie zien we nog meer? Ja, Sabine zegt, ja, ik ben er. Sportschool liep uit, maar committed to the boost. Yes, Aramiek, fantastisch. En mooie post, zegt Chantal, Simone. Great. En Simone, laat ons weten wat het je gebracht heeft tot nu toe, oké? Want ik ben gek op je verhalen. En ik deel het graag wanneer je hier online bent met ons. Maar laat ons weten, wat heeft je tot nu toe opgeleverd? Iedere ochtend de ochtendpost doen. Mijn nummer 1 LinkedIn strategie, dat beveel ik jullie allemaal van harte aan. Daarover zeker meer in de challenge. Maar laat me weten, wat levert je op? En laat ik ook meteen iedereen die hier zo gecommenteerd binnenkomt, laat ik even iets vragen. Dat is een hele belangrijke vraag, namelijk, weet je nog je commitment van gisteren? Laat nog even je commitment zien. Oké, vertel me, wat is je doel voor aankomende 30 dagen? Als we met elkaar aan de gang gaan. Heb je voor jezelf een concreet cijfer bedacht? Heb je gedacht, hey, ik wil 50 klanten. Of ik wil 5 connecties. Of ik wil 5000 euro. Of ik wil, I don't know, mijn mailing next een boost geven. Laat me weten, laten we even herhalen. Wat was nou ook alweer je commitment? Oké, want gisteren hebben we het gehad over de A van attitude en C van commitment en consistentie. Vandaag ga ik het hebben over de T van transformatie. Oké? De T van transformatie gaan we het vandaag over hebben. Want je kan nog steeds een fantastisch attitude hebben. Je kan nog steeds een geweldige houding hebben. Je kan gecommitteerd zijn en consistent aan de gang gaan. Iedere dag mee aan de gang gaan. Maar als je de T vergeet, de T van transformatie, dan heb je een mega probleem. Oké? Simone zegt, ja, reacties dat mensen geïnspireerd worden door de korte verhaaltjes. Dat is waarvoor ik het doe. Inspiratie en een glimlach bij de lezer. Weet je, ik maak hier gewoon een foto van. Dat vind ik vet cool. Even kijken hoor. Hey, ik zeg foto maken en hij valt weg. Even kijken. Ja, goed, zo kan ik straks delen. En Maaike zegt, ja, 5 trainingen in de planning. Geweldig, maar wat is je doel met die trainingen, Maaike? Hoeveel geld wil je verdienen? Hoeveel omzet wil je maken? Hoeveel klanten wil je daarmee hebben? 5 trainingen in de planning is niet echt een doel, dat is gepland. Dus maak hem concreet, oké? Zorg dat je je commitment heel helder gaat maken, want straks heb ik een opdracht voor je. Aan het eind van vandaag, die is een goeie. Anyways, ik was al aan het vertellen dat we vandaag de Monetize Your Expertise dag hebben, de live dag. Ik ga straks met de deelnemers gaan we kijken hoe we verder kunnen bouwen aan hun passieve inkomen imperium, zoals we dat noemen. En vandaag gaat het over de content. Als je dat leuk vindt om te volgen, check Instagram. Zorg dat je mij gaat volgen op Instagram en gaat kijken van hoe we met de live gaan, met de stories. Ik ga van alles nog wat delen, wat ik normaal gesproken niet deel in de uitzending. Dus check it out. En yes, transformatie. Wat betekent transformatie? En Sabine zegt, commitment, 5000 euro in 1 maand door middel van programmalancering. Yes. Goed zo. Fantastisch. Helemaal te gek, Sabine. Great. Nou, transformatie. Terwijl Dylan binnenkomt, Ohio zegt, waarschijnlijk is dat goedemorgen, denk ik dan. Ohio, goedemorgen. Laat alles staan, Ray, alsjeblieft. Maaike zegt, 30.000 omzet, 60 deelnemers. Kijk, daar hou ik nou van. Yes. Ray. Wacht even, guys. Zij moeten zelf flipboardpapier voor ons regelen. Is aan het zoeken? Oké, cool. We zijn hier alles aan het regelen, jongens. Sorry. Af en toe moet ik even kijken. Ray is heel druk bezig met het event. Anyways, guys. En ja, ik zie dat Line me aan het volgen is. Goed zo, Line, op Instagram.
De T van transformatie, Aramiek Focus, is heel simpel. Transformatie zegt de wet van aantrekkingskracht. Hoeveel van jullie kennen de wet van aantrekkingskracht? Hoeveel van jullie kennen de law of attraction, zoals ze dat heel mooi noemen? Laat me hieronder weten dat je de wet van aantrekkingskracht weet. Want dan ga ik je ook vertellen waar de wet voor staat. Waar de transformatie zo belangrijk is dat het staat. Oké, Simone zegt 20 aanmeldingen voor mijn webinar. Fantastisch, zet de link van je webinar hieronder. Want de wet van aantrekkingskracht wordt heel vaak verkeerd vertaald. Er wordt heel vaak verkeerd uitgelegd en het wordt heel vaak verkeerd, zeg maar, overgebracht. Nou, we hebben het vaker op de dinsdagen met onze geweldige vriendin Rianne hierover gehad, over de law of attraction. Maar dit is wat ik vind bij de level zoals we zijn, als voorbereiding, transformatie is, hoe kan je dan transformeren? Betekent wat? Betekent, wet van aantrekkingskracht staat voor mij voor, wil je iets krijgen, zorg dat je gaat geven. Oké? Okay? Ik zeg altijd, to get something, give something. Dus transformatie, voordat je überhaupt iets gaat doen, begin met geven. Oké? Okay? De meeste mensen als ze aan de gang gaan, wat ze willen gaan doen, ze gaan eerst halen. Ze gaan eerst van alles nog wat doen om zichzelf te promoten, dit doen, dat doen. Weet je, die gaan alleen maar om zich heen slaan. Ze gaan alleen maar om zich heen slaan, heen slaan, heen slaan, zonder echt dat ze de wet van de aantrekkingskracht hebben gebruikt. Chantal zegt, ik geloof in de wet van aantrekkingskracht. Absoluut. Dylan zegt, Rianne heeft ons iedere week opnieuw binnengebracht hierin. Absoluut. Maar onthoud één ding. Sabrina, goed dat je er bent. Moet nog terugluisteren. Blijf erbij. Voor mij staat wet van de aantrekking niks meer dan, niks minder dan. Wil je heel veel reacties? Ga reacties geven. Wil je meer bloglezers? Ga meer reageren onder de blogs. Wil je meer livekijkers? Aramiek, ga naar de andere livekijkers. Dus voor mij staat de wet van aantrekking niks anders dan. Wil ik meer, dan moet ik meer gaan geven. Maakt niet uit wat. En dat begint vandaag bij jou, hopelijk. Dat is de actiemethode. Dus vandaag gaan we al geven. Oké? Okay? Dus de wet van aantrekkingskracht zegt, hey, wil je meer sales? Hoeveel heb je zelf afgelopen maand gekocht van iemand? Alright? Hoeveel heb je daadwerkelijk laten zien dat je in de wet van aantrekkingskracht... Want de meeste mensen zeggen, oh, ik ga visualiseren, ik ga even erop zitten. Of ik ga met mijn inner work aan de gang. Hartstikke leuk. Als je niet in de actie gaat met sales, ik heb het met betrekking tot sales. Hoeveel heb jij van een andere ondernemer gekocht? Hoeveel programma's koop jij zo al per maand, per jaar? Hoeveel, met andere woorden, hoeveel investeer jij in jezelf, dat je nu andere mensen gaat vragen om in zichzelf te investeren? En soms doet het pijn. Ik bedoel, ik heb weer een product launch formule van Jeff Walker geïnvesteerd. It hurts, guys. Het is niet even dat ik denk van, oh ja, weet je, ik ga continu met heel open hart investeren. Soms is het gewoon nodig. Maar het gaat erom, wil je meer krijgen, mag je meer gaan geven. Dat is zo ontzettend belangrijk. Oké, okay? Onthoud dit alsjeblieft, oké? Okay? Als het nou één ding is waar ik in geloof, is hoe meer jij gaat geven. Op een gegeven moment gaat het universum luisteren en dan gaat hij aan jou teruggeven. Dus wil je meer reacties? Zorg voor meer reacties. Wil je meer krijgen? Ga meer geven. Wil je daadwerkelijk dat als je veel meer fans krijgt, word fan van ondernemers, oké? Okay? En als ik dit zeg bij mensen die denken dat ik een grapje maak, of die denken dat ik vanuit praktisch iemand ineens een spirituele ben, gewoon door welke dingen dat ze dan zeggen. Maar dit is echt een wet wat altijd werkt. Dit werkt en daarom ben ik in de voorbereiding dit aan het doen met jou. 3 dagen neem ik nu de tijd voordat we met de hele challenge gaan beginnen, omdat ik wil dat we samen gaan geven. Omdat ik wil dat we samen gaan aan de slag gaan. Omdat ik wil dat je nu al vandaag gaat investeren in geven. Oké? Okay? Dus laat me hieronder weten. Yes, vandaag ga ik geven. Laat me hieronder weten dat je wil gaan geven, want dan ga je naar de opdracht toe. Again, vandaag is een korte dag. Ik zei al, maar transformatie is voor mij heel praktisch. Ik hoef over de thee niet zo heel lang te praten. Het is redelijk recht toe, recht aan. Oké, okay, dus laat me hieronder weten als je gecommitteerd bent. Zorg ervoor dat je zegt, ja, ik ga vandaag geven. Ik ga transformeren van halen of lurken. Of dat je continu denkt, oh, waarom reageren mensen niet op me? Zorg ervoor dat je hier zet, yes, ik committeer me om te gaan geven vandaag. Want daar is de tijd voor. Daar is vandaag de tijd voor, dames en heren. Te veel mensen kijken om zich heen willen halen. Te veel mensen zeggen, oh, wat doet de overheid voor me? Wat doet de school voor me? Wat doet mijn trainer voor me? Wat doet de mentor voor me? Wat doen boeken voor me? Draai het om. Oké? Okay?
The secret of living is giving, zei Tony Robbins. De meeste mensen hebben hun mond vol van geven. Maar als ik echt naar ze kijk, dan geven ze niet zo heel veel, oké? Okay? Sabine zegt, ja, geven is key, absolutely. En Maaike zegt, mijn blog komt vanavond online, great. Maar zet hier commitment dat je vandaag gaat geven. Want de opdracht van vandaag is heel simpel. Je mag op 3 levels gaan geven. Hoeveel levels? 3 level. 3 manieren. Manier nummer 1 is, heel simpel, voor diegenen die live gaan of een video opnemen, zoals Linne of Maaike of Simone. De opdracht is, ga live vandaag en geef jouw 3 allerbeste adviezen aan je doelgroep weg. Adviezen waarvan je echt denkt, van, nou, dat zijn betalende adviezen, die heb ik nog nooit aan iemand gratis weggegeven. Ga vandaag live of neem een video op, geef jouw alle beste adviezen aan je doelgroep. Oké, okay, dus niet adviezen van, oh ja, ik ben business coach en mijn advies nummer 1 is, zorg dat je focus hebt, zorg dat je een plan hebt en zorg dat je implementeert. Dat zijn gewoon flutadviezen, jongens, dat is niet een advies. Advies betekent, ga kijken welke echt inhoudelijke tips kun jij geven aan je doelgroep. Oké, okay, maak daar tijd voor, ga 10 minuten, kwartiertje live en heb het over de 3 jouw allerbeste adviezen die je op dit moment gaat geven. Oké, okay? En ik zou de titel zo doen, vandaag wil ik je geven. Mijn 3 topadviezen, zoiets. En tag mij erin. Oké, dat is opdracht 1 als je met video gaat doen. Opdracht 2, dat is voor iedereen die op LinkedIn is. Ga kijken in jouw omgeving. Wie heeft je ooit iets fantastisch gegeven? Van wie heb je iets gratis gekregen? Van welke trainer, mentor heeft jou ooit geholpen? En dat betekent op LinkedIn, ga een recommendation schrijven. Ongevraagd recommendation schrijven. Alright, ik kreeg het vorige week van Sabrina. Ik had haar niet eens gevraagd. En ik kreeg een prachtig mooie recommendation. Weet je hoe blij ik werd? Als ik ongevraagd een recommendation krijg. Wat ze van de challenge had gevonden. En hoe geweldig ze dat vond. Dat is echt super hartelijk. Dus opdracht 2 is, recommend vandaag 3 mensen van wie jij ooit iets gehad hebt. Het kan zijn een jaar geleden. Het kan zijn 5 jaar geleden. Het kan zijn gisteren. Het kan zijn dat je meedoet bijvoorbeeld met Irene haar... Haar summit, Irene Ogier. Oké, je doet mee met onze actie dat we deze hele week zijn. Het kan zijn dat je een van die ondernemers heel veel hebt gekregen. Maakt niet uit. Vandaag is de dag dat je 3 mensen gaat recommenden. Ga recommendation geven. De meeste van ons die gaat wachten en die gaat recommendation. Denk van, wanneer krijg je nou die recommendations? Ga je recommendation geven. Oké, dus opdracht nummer 2 is, ga 3 van mensen waarvan je iets ooit gekocht hebt of gedownload hebt, kan ook. Ik mag ook met gratis te maken hebben. I'm totally fine with it vandaag. Ga zorgen voor dat je dat echt gaat doen. Oké? En zorg ervoor dat als je dat hebt gedaan, dat je dan mij eronder gaat taggen of als iemand dat... Zorg dat ik het zie of stream me gewoon een screenshot, wat mij betreft. Oké? Dus opdracht 2 is 3 recommendation. Nu komt opdracht 3... Oké, en dit is misschien een iets moeilijkere opdracht of iets heftiger opdracht. Laat me weten hier in de chat of als je deze uitzending deelt, tag 3 van je relaties die je gunt dat ze meedoen aan deze 21 dagen challenge. Dus wanneer je deze uitzending gaat delen of wanneer je mensen hieronder gaat taggen, vertel mensen waarom moeten ze meedoen aan de 21 dagen sales challenge. Gewoon niet omdat je iets gaat verdienen van mij, oké? Ik ga niks geven. Dit is niet een win-en-like actie. Dit is niet een like-en-win actie of share-en-leave. Ik wil je niets geven, want dan wordt het een manipulatie. Dan ga jij meedoen omdat je een boek krijgt of omdat je een marker krijgt of omdat je mijn telefoon krijgt. I don't know. Maar dat is niet geven. Dus 3 opdrachten. Opdracht nummer 1, ga live of maak een video met jouw 3 allerbeste adviezen. Tag mij erin, zorg ervoor dat ik het zie. Opdracht nummer 2 is, ga minimaal 3 mensen aanbevelen. Dat kan mentoren zijn, coaches zijn, het kan je schoonmaakster zijn, het kan je masseuse zijn. Iemand die iets ooit voor jou betekent. Gisteren heb ik heel veel mooie voorbeelden gezien. En opdracht 3 is, deel deze uitzending, dames en heren. Ik wil graag deze challenge met 1000 ondernemers gaan doen. Dat is mijn bedoeling, oké? Dus deel deze uitzending en tag 3 mensen, 3 relaties van jou, 3 ondernemers van jou die zeggen van ja, ik vind dat ze dat verdienen. Ik wil dat ze gewoon mee gaan doen. Bla, 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 bla. Doe vooral mee met deze challenge, want deze challenge gaat je dit en dit en dit brengen. I don't know. We zijn nog niet eens begonnen. Maar dat is dus hoe je... Dat is dus hoe je de wet van aantrekkingskracht gaat activeren. Want ja, vanaf volgende week gaan we echt knallen. Maar nu gaan we vandaag de wet van aantrekkingskracht, dus met andere woorden, de T van transformatie, aan de gang zetten. En daar ben ik echt heel erg... Ik kijk er echt mega naar uit, dames en heren. It's a celebration. Ja, daar kijk ik enorm naar uit, guys.
Zijn er hier vragen over? Laat me hieronder weten, guys. Laat me hieronder weten als je hier vragen over hebt. Dan weet ik in ieder geval dat je gecommitteerd bent om het te doen. En als ik niks hoor betekenen, nou, dat doet niemand mee, dan weet ik dat ook. Dus laat me hieronder weten. Ga je deze opdracht te doen alvast? Want het is dag 2 van de kick-off en daar gaan we mee afsluiten. The blessing of the day. Blessing of the day. Ah, dit is prachtig. Kijk maar. Be happy for this moment. Be happy for this moment. This moment is your life. Prachtig. En waarschijnlijk kent niemand de schrijver. De schrijver heet Omar Khayyam. Dit is een Iraanse filosoof. Een van de Soefi-meesters. Net als Rumi dus. Be happy for this moment. This moment is your life, guys. Ga de vreugde delen. Ga ervoor zorgen dat je de joy bringing gaat doen. Want dat is namelijk de opdracht van vandaag. Laten we vandaag gaan geven. Laten we vandaag... De joy bringer van de week. De joy bringer van de week worden met z'n allen. Want dat is wat ik leuk vind. Oké? Ik wil dat jullie heel veel joy gaan brengen. Ik wil dat jullie heel veel joy gaan spreiden. Ik wil dat jullie echt mee gaan doen. En Helene zegt, ja, fijne dag en succes met alle opdrachten iedereen. Helene, ga je meedoen of neem je al afscheid zonder mee te gaan doen? Oké? Dus vandaag is de dag van transformatie. Ik wil jullie bedanken. By the way, voordat ik het vergeet, deze prachtig mooie inspiratiekaarten kun je checken op mixmediafan.nl. Prachtig mooie kerstkaarten zijn dat. Ze heeft ook haar greetingscard inmiddels via chantalmeester.com. Dus ga kijken of je deze mooie kaarten... En check eens, heeft een speciale november deal. Haar Black Friday deal komt eraan natuurlijk. Maar je hebt de deal al staan via www.mixmediafan.nl of chantalmeester.com. Check it out. Ga ervoor, dames en heren. Ga de wereld blijer maken. Want morgen, waar ga ik het morgen over hebben? Ga ik over de I van implementatie hebben. Ah, dat moest ik niet zeggen. De I van implementatie. Maar de E is ook nog belangrijker. Ga ik nog niet vertellen. Morgen maken we deze kick-off af. Hebben we de actiemethode allemaal onder de knie. En dan gaan we helemaal ons voorbereiden voor aanstaande maandag. Want aanstaande maandag beginnen we met de 21 dagen sales challenge, dames en heren. Oh, dat was de harp bedoeld. En Helene zegt, ja, natuurlijk doe ik mij. Fantastisch, lieve kanjes. Ik wil jullie allemaal bedanken. Iedereen die online was. Even kijken. Helene, Maaike, Sabine, Sabrina. Wie waren allemaal online? Mijn lieve Chateau. Dylan. Even kijken. Wie waren allemaal nog meer bij? Rianneke, die was onderweg. Linne. Ik hoop dat jullie allemaal de opdracht hebben gezien. Ga ervoor, dames en heren. Morgen om 10 uur ben ik er weer. Ik ga rennen naar de zaal. Want wij gaan beginnen met de Monetize Your Expertise training. Dat wordt een fantastische training. Wil je die volgen? Check alsjeblieft Instagram. Je kan me dan gaan... Volgen, we gaan knallen met z'n allen. Ik wens jullie een prachtig mooie dag. Prachtige donderdag. En graag tot morgen om 10 uur. Adios amigos. Hasta luego. See you later. I love you all. Hoi hoi. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer. Ja, geniet jongens. We gaan de wereld een mooie plek maken. Tot morgen dames en heren. See you later. Adios.